Lucas van Vrees, je moest vandaag tegen de Indiase Fascini. Een must-win voor jou om in het toernooi om te blijven, zeg maar, om voor de overwinning mee te doen. We zagen een spectaculaire partij. Hoe heb jij hem beleefd? Ja, ik moest dus van het begin wist ik al dat ik moest winnen om dus inderdaad voor de eerste plek te blijven vechten. Dus ik koos een beetje een speciale opening, E4 paardje 6. Is misschien de tweede keer dat ik dat ooit speel. En we kregen een hele interessante partij. Fouten van beide kanten, maar na een tijdje, spendeerde veel minder tijd dan zij. En een tijdje kwam ze in tijdnood en toen maakten ze een paar grote fouten. Het zag er rommelig uit van de buitenkant, mm-hmm. Maar heb je ooit een moment gehad dat je dacht van ik ben de controle kwijt over de partij? Nou, ik had nooit echt pure controle. Het was altijd een beetje onduidelijk. Dus ik had nooit, ik voelde me nooit helemaal comfortabel, behalve aan het einde natuurlijk, toen ik gronden stond. Hoe ga je nu de rest van het toernooi in? Het is nog 4 dagen natuurlijk. Alles is nog mogelijk. Hoe zie jij dat? Ja, dus ik ga gewoon proberen voor de eerste plek te vechten. Dus morgen zie ik eigenlijk ook als een must-win. Of in ieder geval, ik moet wel echt winnen. Dus ik ga gewoon proberen alles gaan te doen om eerste te worden. Hoe is het met je vorm over het algemeen? Op zich goed. Na het NK staat het een beetje stil. Maar ik heb wel het gevoel dat ik beter word als schaker. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik een rating zal winnen. Oké, en je ambities sowieso, algemeen in het schaken, wat is je gevoel erbij momenteel? Ik heb nu minder ambitie als zeg maar dat ik resultaten wil boeken of rating wil winnen. Ik heb meer als ambitie dat ik wil zien dat ik een betere speler word. Dat ik scherper word, positioneel beter enzovoort. Dat is meer waar ik nu voor speel. Normaal gesproken is je broer Jordan er ook altijd bij. Waarom is hij niet in zijn eigen in zijn eigen woonplaats Groningen om dit toernooi te spelen? Kan ik niet zeggen. Misschien wilde hij het WK Blitz spelen, dus had hij besloten om niet te spelen. Maar dat speelt hij niet, dus ik weet het niet. Oké, goed. Hij moet ook rust nemen natuurlijk, want hij moet voorbereiden voor Tata. In de A-groep, dus dat is natuurlijk heel zwaar, dus daarom moet hij misschien nog veel voorbereiden. Jij gaat daar in de B-groep spelen, ja, volgens mij. Ja, in de B-groep, maar dat is natuurlijk veel minder sterk dan de A-groep. A-groep zijn gewoon echt de wereldtoppers. B zijn gewoon sterke spelers. Goed. Eerst dit toernooi maar eens afmaken. Succes, dankjewel. Dankjewel.